Zes komen de anderen, zo meteen. Oh, ja. Die man is net uitgereden. Ja. Dat is nog klasse. De sponsor is Aankom Auto's uit Nieuwebrug aan de Rijn. En ja, we vandaag weer een druk hier in de natuur, omdat het een klasse sponsor is. Zij hebben de finale erop zitten. Wij gaan kijken naar de superstandaardklasse. Met die ene toerwagen, als die nog steeds mee rijdt. En dan natuurlijk, niet te vergeten, de minibus die dan de laatste finale rijden op hun eigen kleine baantje. De kweekvijver aan de linkerkant van de track. Toerwagen klasse, dus nu de laatste finale. Superstandaardklasse en toerwagens. Die rijdt Paris Jakarta, hè? Die groen. Ja. Dakar. Chevrolet. Mooi, hè? Die kleintjes, hè? Kijk, klein rondje krijgen, die kleintjes. Ja. Ik zal het even googlen. Mike! Mag ik het gewoon laten weten van jou of Dat nog een keer rijden. Ja, dadelijk. Even kijken. Blaasland, is hij nog steeds aan de leiding? Ja. Concurrenten zitten wel achter, maar niet veel meer. Yeah.
gelijk vast er even voorbij. Maar Glaasman heeft zich weer teruggekomen naar die eerste plek. Piet van Dijk was er even voorbij. Ja, dan zou je kunnen zeggen, er kan er toch nog van alles gebeuren. Ik had al bijna bedacht dat het een beklonken zaak was, maar dat is het nog niet. Glaasman nog steeds aan de leiding. Piet van Dijk, het voordeel van de binnenbocht. Kan hij daardoor dichterbij komen? Lukt het niet echt. En Langerak ook hoge snelheden. Piet van Dijk moet nog een beetje oppassen dat hij de tweede plek niet kwijtraakt aan Henk Langerak. Het zou maar zo kunnen. Maar vooralsnog weet ook Piet stand te houden in zijn tweede plaats. En Glaasman riant aan kop nog. Nou ja, riant dus aan nog steeds. Klaas die kiest steeds voor de buitenbaan. Om een of andere reden. Dan kun je dus wel wat harder doordriften natuurlijk. De situatie blijft een beetje ongewijzigd zo. Jeroen van de 524 is een vierde plek. En de hekkensluiter is 520 Kelvin Vermeeren. Glaasman komt nog weer uit die bocht 1-2 aan de leiding en hij finisht als eerste tweede plek voor. Oh, dat was kantje boord. Tweede plek toch voor Piet van Dijk, derde plaats Henk Langerak, maar dat was een hele krappe winst voor Piet van Dijk, want die zaten letterlijk naast elkaar. Ja, vierde en vijfde plek dus Jeroen Vonk en Kelvin Vermeeren.